Vandaag is Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, te gast in het Wielercafé. De foto die u nu ziet is zo'n 10 jaar geleden gemaakt toen Hugo de Jonge wethouder in Rotterdam was. De tijd dat we ministers met excellentie aanspraken is een lang verleden tijd. Kreeg je 10 jaar geleden al een taart of rotte tomaten naar je toegeworpen? Nu word je min of meer anoniem via de diverse social media kanalen verrot gescholden. De laatste jaren gebeurt het minder dat ministers uitgenodigd worden tijdens bijvoorbeeld de Tour de France. In het begin van deze eeuw en daarvoor was dat anders. Ik heb minister-president Dries van Acht op de gevoelige plaat vast mogen leggen, maar ook Ruud Lubbers, Frans Timmermans, Dick Dees, Ed Nijpels en Ivo Opstelten poseerden me al te graag voor mijn camera. En ik mocht deze mensen absoluut niet met excellentie aanspreken. Toen onze koning nog prins Willem-Alexander was, vroeg ik met een zeer beleefde toon of ik van hem een foto mocht maken met een supersonische tijdritfiets en een aantal toen zeer bekende wielrenners. Als antwoord kreeg ik: natuurlijk, geen probleem, want ik kan hier toch niet meer aan ontsnappen. Je maakt wat mee in zo'n lange carrière als fotograaf.